welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik een make-up tutorial voor jullie die heel erg lenteachtig is, gebaseerd op bloemen. Ik weet geen namen van bepaalde bloemen, maar je hebt verschillende soorten bloemen die eigenlijk een wit blad hebben. En dan een hele felgekleurde rand. Ik heb ze zelf in roze gezien en in paars. Dus ik ben voor een beetje een paars-rozige tint gegaan op mijn ogen, want die vond ik gewoon mooi. Ik vond het gewoon wel een leuke combinatie. En ik dacht, hoe kan ik het in een ooglook doen? Dus ik heb er een soort van ronde cut crease van gemaakt. Maar details gaan jullie zo zien. Als je meer make-up looks trouwens van me wil zien en ook via Instagram gewaarschuwd wil worden door middel van een foto als er een nieuw filmpje van me online staat, kun je me altijd volgen op Instagram. Ik zal mijn naam hieronder neerzetten. Dacht ik, volgens mij aan die kant. Ja. Als je meer filmpjes van me wil zien, als je klaar bent met dit filmpje, dan kun je me ook altijd volgen op YouTube, abonneren op mijn kanaal, heet zoiets, juist. Ik doe altijd minimaal één keer in de week een make-up tutorial, verder nog kletsfilmpjes en wat ik verder kan verzinnen. Dus als je meer wil zien, je bent van harte welkom. Maar zonder nu meer tijd te verliezen, laten we beginnen. Wenkbrauw heb ik al eventjes gedaan, maar dat is toch iedere keer bijna hetzelfde. En met de primer ga ik eerst beginnen met mijn gewone primer en ze gelijk wat netter maken aan de onderkant. Ik breng wel een hele dunne laag primer aan, zeker in de buitenste ooghoeken. En eigenlijk ook in de binnenste ooghoeken, want ik weet niet, ik doe deze primer eronder omdat dit mijn favoriete primer is. De Creme de Nude van Maybelline Color to Douce. Maar ik ga er nog andere primers onderbrengen om de kleuren intenser te maken, zal je zo zien. Dus vandaar, ik wil geen super dikke laag, dus ik begin eventjes mild. Vervolgens heb ik jullie alvast wat dichterbij gehaald, ga ik een dik oogpotlood nemen. En daar overheen, of met de kwast over potlood heen, of met, het maakt niet uit welke je over welke heen haalt. Als de kwast een beetje een ronde kwast, een blending kwast en het potlood elkaar maar raken. Ik maak deze uitleg 5 keer zo ingewikkeld als dat het is. Je zorgt in ieder geval dat de potlood op het kwastje zit. En daarmee ga ik de buitenste ooghoek alvast wat donkerder maken. Afhankelijk van hoe intens je potlood is. Deze is heel eerlijk gezegd niet super intens of zo. Kan dit lang of kort duren, maar ik wil in ieder geval... Kijk, dit hoeft nog niet een super gedefinieerd geheel te zijn. Maar ik wil in ieder geval die buitenste kant van de crease alvast wat donkerder hebben. En het echte blendwerk komt later pas, maar zorg dat je het wel een beetje blendend aanbrengt en niet in één dik vlak met een scherpe harde rand. Want ja, hoe meer er al geblend is, hoe makkelijker het dadelijk is. Next up, daadwerkelijke oogschaduw. Ik ga beginnen met een paarse oogschaduw op een klein kwastje. Mijn favoriete kleine kwastje, gewoon zo'n klein blending kwastje, deze vorm. En ja, daarmee ga ik dus obviously die kleur nog wat gekleurder maken. Het donkere paarsje eronder zorgt gewoon dat deze kleur wat donkerder wordt en zo intens mogelijk. Dus eigenlijk ga ik nu gewoon met deze kleur direct overheen waar ik al geweest ben met het potlood. En de andere kwast. Maar dan wat kleiner omdat ik niet helemaal over de rand heen wil gaan en het wel goed geblend wil hebben. Kwastje afgeveegd en nu ga ik een lichtere kleur aanbrengen in de rest van de crease. Beetje een roze tint, een beetje, ja, niet een heel nieuw tintje of zo, maar gewoon redelijk natuurlijk. En die blend ik dan ook uit en ik blend hem gelijk samen met het paars. Diezelfde kleur gaat ook een heel klein beetje om het donkere gedeelte heen. Eigenlijk op die rand geblend, zodat het nog meer geblend wordt met mijn huidskleur. Dan de wenkbrauwbot highlight, die gaat in het wit. En alweer heb ik het kwastje heel goed afgeveegd. Kleintje en daarmee ga ik nog een keer over de hele boel heen, net zo lang tot het geblend is. Dan ben ik voor het ooglid wat anders van plan. Ik wil eigenlijk een soort van een beetje vreemde vorm erin hebben. Daar ga ik een vloeibare witte oogprimer voor gebruiken en die doe ik er even op een plastic schaaltje, bakje. Officieel voor nail art bedoeld, geloof ik, hoe dan ook. Zodat ik niet 20 miljoen jaar het hele flesje open heb en de hele boel uitdroogt, want dat zou een tikkeltje jammer zijn. Daar ga ik dan wel een ander kwastje bij pakken die ik eventjes moet zoeken. En gevonden.
Mijn camera kan mij gelukkig ook nog vinden, dat scheelt. Maar daarmee ga ik in ieder geval een beetje een cirkelvormige cut crease aan deze kant maken. De inspiratie is bloemblaadjes. Dus ik wil een beetje de vorm van een bloemblaadje. Binnen de ooghoek wil ik ook goed blanco hebben, dus daar trek ik hem ook gelijk door. Maar ik wil geen hele cut crease, dus ik ga hem niet heel hoog maken. En dan weer terug naar de oogschaduw. Deze primer die gaat wel drogen, maar desondanks wil ik er toch liever wat oogschaduw overheen hebben voor de zekerheid. Dus dat ga ik nu doen. En dan tenslotte wil ik er nog een extra touch aan, dus ik ga eigenlijk weer hetzelfde doen als ik net deed, maar deze keer met een matte liquid lipstick. Ik stop hem op een plastic treetje en deze keer pak ik een eyeliner kwast bij. En ik ga dit outlinen. Oké, de accu van mijn camera had het gehad en ik heb ondertussen het andere oog ook even gedaan. Dus nu gaan we verder met de rest. Wauw, ik heb hier een halve verblindend vlak van een dakraam van de overburen waar de zon op schijnt in mijn gezicht. Oh fijn, het is nog zichtbaar. Wacht, 10 seconden. Oké, er zit nu een gordijn voor het mijn view van de dakraam van de overburen. Dus het leven is weer een stuk makkelijker zichtbaar. In ieder geval ga ik eventjes mijn waterlijnen met wit invullen. Deze keer echt gewoon puur wit om te matchen met de bovenkant. Als in het bewegende ooglid. Dan ga ik deze keer eventjes mijn spiegel opvissen. Maar alleen gel eyeliner gebruiken. Ik ga namelijk geen wing doen, maar letterlijk alleen maar een donkere lijn boven mijn oog maken. Want als je hier een wing bij doet, dan verpest je het effect. Dus vandaar. Oké, de wimperlijm zit op de wimpers, dus ze kunnen alvast drogen. Mijn bovenwimpers zijn nog steeds zwart van de wimperverf, dus ik ga weer, terwijl de wimpers een beetje drogen, de lijm op de wimpers een beetje droogt, alvast mijn onderwimpers doen. Ik realiseer me net dat ik eigenlijk mijn foundation eerst op moet doen, maar ik ben nu al begonnen, dus ik ga maar gewoon hardnekkig door en hoop dat ik dadelijk niet met foundation, concealer en poeder mijn onderwimpers weer wit maak. De wimpers die ik ga proberen heel te houden trouwens zijn deze, of die ik ga proberen niet in mijn gezichtsbasis te coveren. Zijn deze, die heb ik ooit op eBay gekocht. Ze hebben zwarte en paarse haren. Dit soort wimpers zijn ook bij de meeste feestwinkels en dergelijke te krijgen, of dus op eBay, dus ja. Je kan natuurlijk ook gewoon een dikke laag mascara aanbrengen of andere wimpers gebruiken. Oké, heel verrassend zit er weer, zoals gewoonlijk nu, dus wimperlijm in mijn contactlenzen. Dat gaan we negeren en ik ga ondertussen eindelijk dus mijn gezichtsbasis doen. Ik begin even met concealer, sterker nog, ik begin eventjes met hier wat fallout verwijderen met de face halo. Dan door met concealer en poeder en dat soort zaken. Ik ga er even snel doorheen, want anders wordt dit filmpje 12 uur lang. Dus ja. Trouwens, ik begin helemaal niet met concealer, wat lieg ik nou weer? Ik begin met foundation. Ook goedemorgen. Misschien leuk om er even voor uit te zoomen. Ik ga deze keer een beauty blender gebruiken, want ten eerste wil ik geen ultra full coverage. Ten tweede gaat een beauty blender wel lekker snel. Dus ja, luiheid. Dan concealer. Ik begin even met de concealer op mijn gezicht. Ik ga er gelijk mee highlighten namelijk. Geen idee of het aan de concealer ligt of aan mij, maar de concealer heeft dus gepresteerd om het van de foundation te verwijderen. Dus ik breng even wat nieuwe foundation aan. En dan onder de ogen.
En dan poeder, die ga ik ook maar gelijk mijn Beauty Blender aanbrengen, want ik heb hem toch al in mijn handen. Baking had ik al in geen eeuwen gedaan, dus ik dacht, laat ik het maar weer eens doen. Misschien, ik heb de vage hoop dat het nu ver genoeg in de lente is, dat op mijn spookhuid het daadwerkelijk verschil maakt. Anyway, ik ga ondertussen eventjes mijn wenkbrauwen met... zal ik dat wel doen? Ik denk dat ik ze wel kan ontwijken verder on. En ik heb bovendien net ook al gerisicoed. Dat is geen woord, dat weet ik. Maar goed, met mijn wimpers, wat ook aardig goed uitgepakt is. Dus ik ga alvast wenkbrauwplumper aanbrengen. Want dat is anders de stap bij uitstek die ik uiteindelijk gegarandeerd vergeet. En om mijn ogen af te maken, haal ik jullie weer wat dichterbij. En ga ik eventjes mijn oude trouwe favoriete onderoogkwastje weer gebruiken. Ik weet niet of onderoogkwastje een woord is, maar we maken er gewoon een woord van. En eerst ga ik met de stompe kant. Ook eens een stap die ik beter had kunnen doen voor ik de wimpers deed inderdaad. Nou ja, stelabie. Dat is volgens mij mijn beste Franse uitspraak ooit, wauw. Oké, anyway, ik ga deze kleur ongeveer aan de helft brengen. Van de onderkant van mijn ooglid. Of zoiets. En dan die zachtere roze tint op de fluffy kant van het kwastje. En daarmee ga ik heel voorzichtig blenden. En dan trek ik dan door tot ongeveer waar mijn onderwimpers eindigen. Qua vanuit welk punt ze groeien dan. Nou, hier ergens in ieder geval. En omdat deze look gebaseerd is op bloemen, ga ik de binnenste ooghoek. Dit is een risico, maar met... goudkleur doen. Oké, risico geslaagd. Het heet het bloemeneffect, maar het ziet er niet uit alsof ik gewoon hele vieze, gelige binnenste ooghoeken heb. Dus dat is mooi. Diezelfde kleur ga ik ook eventjes op mijn cupidoboog doen. Dan tijd om het poeder uit te blenden. Probeer mijn wenkbrauwen ondertussen te ontwijken. Dan contour doe ik er eventjes met een grote fanbrush, want dat gaat gewoon lekker snel. Gewoon een gebruikelijke contourplekken. Voor de blush ga ik deze keer een stippling brush gebruiken, want ik wil een paarsige kleur gebruiken. En... aangezien ik nogal bleek ben, wil ik niet dat het te heavy wordt. Dus ik ga het voorzichtig aanbrengen. Net een hint van paars, maar geen volledig paarse wangen. Hoop ik. Highlighter op de jukbeenderen wordt een roze tintje, een hele felle. Zoals je ziet. Ik ga hem ook weer samenbrengen met dit bovenste puntje hier. Als in de wenkbrauw. Dan wat setting spray terwijl ik verzin wat ik op mijn lippen ga doen. Ik ga voor een beetje paarsig nude kleurtje, want ik wil de aandacht niet te veel van de ogen afleiden. Dus vandaar. Oké, de lippen zitten erop. Deze combinatie is trouwens veel beter dan ik had verwacht. Ik was serieus bang dat die toch nog te heavy zou zijn of te donker of niet zou matchen. Maar het is een perfecte match met de... ogen, nu ik erover nadenk, had ik trouwens ook de liquid liner die ik in de ogen had kunnen gebruiken op mijn lippen. Maar ik vond deze wel passen. Dit is er eentje van Yves Rocher trouwens. Maar alles staat zoals gewoon ook weer onder de... onder het filmpje in de video-omschrijving te vinden wat ik allemaal op mijn gezicht gebruikt heb. Anyway, bij deze zijn we klaar. En dan hebben we het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het filmpje leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Dat zou me heel erg helpen.
En ja, eigenlijk verder is alles al gezegd. Laat het me trouwens weten wat voor soort looks jullie leuk vinden om te zien. Als je bepaalde requests hebt, dan vind ik het ook altijd leuk om dat te filmen. Ik zit erover te denken om in plaats van chatty filmpjes soms ook vaker make-up tutorials te doen. Gewoon omdat ik niet altijd... Een thema, de chatty filmpjes bij mij, dat zijn de dingen dus in de trant van gekletsen over piercings en tattoos. Wat ik natuurlijk wel blijf doen, maar daar heb ik ook niet iedere week een thema over. En soms heb ik echt zoiets van, ja, waar kan ik nu weer een minuut of 10 over kleppen? Weet je, en gewoon iets filmen om het filmen vind ik dan ook weer zo doelloos. Dus ik zit erover te denken om gewoon vaker make-up tutorials te doen. Ik denk qua tijd dat ik dat wel red. Een make-up tutorial kost wat meer tijd, maar het is te doen. Dus ja, anyway, punt is, requests voor bepaalde soort looks zijn welkom. Ja. In ieder geval heel bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!